Deze film laat u het gebruik van de Conveen Active Urine Opvangzak zien. De combinatie van een urinezak en een condoomkatheter vormt een compleet opvangsysteem. Een betrouwbare en veilige oplossing voor urineincontinentie. Begin met het wassen van uw handen. De Conveen Active Urine is ontwikkeld voor lichte tot matige incontinentie. De urinezak is voor gebruik overdag en heeft een inhoud van 250 milliliter. Open de verpakking en vouw de urinezak uit. De slang kan tot de helft ingekort worden. Om de slang in te korten knipt u de slang na het geribbelde stuk af en u laat zoveel mogelijk van het gladde stuk eraan zitten. Hierdoor ontstaat een veilige aansluiting tussen de urinezak en de slang. Bevestig het uiteinde van de slang op de urinezak. Sluit het aftapkraantje. Verwijder de beschermfolie van de twee plakstroken aan de achterzijde. De urinezak is ontworpen voor rechter bovenbeen, maar kan ook links gedragen worden. Houd de zak vast met de slang naar boven en het aftapkraantje naar beneden. Bevestig de urinezak rechtstreeks aan de binnenzijde van uw rechter bovenbeen. Wikkel het lange deel van de band rond uw been en bevestig met de kleefstrip. De urinezak moet comfortabel en stevig zitten, niet te strak. Zorg ervoor dat u de urinezak hoog op het been plaatst met de slang aan de binnenkant van het been. Voor comfort en discretie kunt u de aftap verbergen door hem tussen de urinezak en de buitenste laag van de elastische band te stoppen. Sluit de urinezak aan op de condoomkatheter door de connector van de slang zo ver mogelijk in de katheter te duwen. Zorg ervoor dat deze stevig zit om lekken te voorkomen. Een volle blaas bevat ongeveer 300 tot 400 ml urine. Conveen Active is ontwikkeld voor lichte tot matige incontinentie en heeft een beperkte opvangcapaciteit. Als u een condoomkatheter draagt en een volle blaas wilt legen, heeft u twee opties. U kunt het aftapkraantje openen en door het volledige systeem plassen. Of u maakt de urinezak los van de condoomkatheter en plast door de condoomkatheter rechtstreeks in het toilet. De urinezak dient geleegd te worden voordat deze helemaal vol is. Om de urinezak te legen, opent u het aftapkraantje boven het toilet of een ander opvangmiddel. Hou het aftapkraantje met één hand vast. Knijp het flexibele deel van het aftapkraantje dicht en verwijder met uw andere hand het dopje. Verminder langzaam de druk op het aftapkraantje zodat de urine eruit kan stromen. Als de urinezak leeg is, veegt u het aftapkraantje schoon met toiletpapier en Sluit na afloop altijd het aftapkraantje om lekkage te voorkomen. Stop het aftapkraantje tussen de urinezak en de buitenste laag van de elastische band. Om de urinezak te verwisselen, moet u deze eerst legen. Koppel de urinezak los van de condoomkatheter door de connector voorzichtig uit de opening van de condoomkatheter te draaien. Zowel de urineopvangzak als de verpakking kunnen bij het huisvuil. Vervang de urinezak zoals aanbevolen door uw arts of verpleegkundige. Was ten slotte nogmaals uw handen. De instructies in deze video zijn bedoeld als aanvulling op het advies dat u reeds van uw arts of verpleegkundige heeft ontvangen.